Ik ben Jesper Krijgsman en ik woon in Amsterdam. We zijn nu in de Hortus, waar ik graag kom om nieuwe bloemen en planten te fotograferen die ik kan gebruiken in mijn kunstwerken. Mijn kunst zijn droomlandschappen die ontstaan door mijn eigen fotografie en beeldbewerking. Tijdens het maken van mijn composities probeer ik zo min mogelijk na te denken over de plaatsing van mijn objecten. Het is een instinctief en organisch proces waarin elk element zijn eigen lot dicteert. Ik voel een drang om met de elementen die ik fotografeer verhalen te vertellen die over de natuur gaan. Door alles zelf te fotograferen, bewerken en vooral leren over de onderwerpen waar ik mee werk, versterkt het mijn band met de natuur. Dit inspireert me elke keer weer om nieuwe werken te maken. Ik hoop hiermee te laten zien dat de natuurlijke wereld vol wonderen zit en dat we hier met iets meer passie en respect mee om moeten gaan.